In dit programma, het 12e alweer, gaan we voor de 3e keer op herhaling. Dat is gebruikelijk na 3 lessen taal en cultuur, een herhalingsles. En ook deze keer weer iets korter, 30 minuten in plaats van de gebruikelijke 45. Maureen, waar wil jij deze keer op terugkomen? We laten een aantal belangrijke zaken uit de lessen 9, 10 en 11 nog eens de revue passeren. En daarbij zitten deze keer ook een paar grammaticale onderwerpen. Maar we besteden eerst nog even aandacht aan de Indonesische keuken. En wel die van Buwarsi. Kartika is bij haar en vraagt wat ze aan het maken is. Buwarsi maakt sayur tumis. En dat is een gerecht van even in olie gebakken groenten die daarna min of meer gekookt worden. Kartika stelt vervolgens nog een vraag. Hoe luidt die? Vraagt ze hoe Buwarsi sayur tumis kookt? Of vraagt ze waarom ze sayur tumis kookt? Ini apa, Bu? Ini sayur tumis. Bagaimana masaknya? Dengan buncis, bawang merah, bawang putih, dan terasi. Ibu mau coba? Tidak usah, Bu. Buwarsi liet allerlei producten aan Kartika zien. Ze vroeg dan ook niet waarom Buwarsi sayur tumis kookte, maar ze vroeg hoe ze sayur tumis kookte. Hoe doe je dat? Bagaimana masaknya? Bagaimana betekent hoe en wordt bijvoorbeeld ook gebruikt als je iemand niet verstaat of iemand niet goed hebt begrepen. Bagaimana? Hoe bedoel je of wat bedoel je? Nog even over dat andere woord in de zin van Kartika. Bagaimana masaknya? Masak betekent koken. Maar wat doet dat nya er nou achter? Dat nya bent u al eens eerder tegengekomen. Het is een lastig ding, want het kan verschillende betekenissen hebben en daarbij geldt dan dat je uit de situatie maar moet opmaken om welke betekenis het gaat. In dit geval is het niet zo moeilijk. Nya slaat hier eigenlijk terug op die sayur tumis. Hoe maak je die sayur tumis? Bagaimana masaknya? Letterlijk zegt ze, hoe is het koken ervan, van die sayur tumis? Nou, zegt Buwarsi, daar heb je voor nodig buncis. En daarin herkent u het Nederlandse woord boontjes. Bawang merah, dat is een ui, of liever gezegd een rode ui, want merah betekent rood. In het volgende ingrediënt zit ook een kleur, namelijk putih. Bawang putih, of een witte ui, knoflook dus. Op een menukaart zie je vaak nasi putih staan. En daarmee wordt gekookte rijst bedoeld in tegenstelling tot nasi goreng, wat gebakken rijst is. Als laatste ingrediënt zit er terasi in de sayur tumis. Terasi is een belangrijk product in de Indonesische keuken. Het is een pasta gemaakt van gemalen gedroogde garnalen of van visextract. De reuk ervan is vrij sterk en als je er voor de eerste keer aan ruikt, dan moet je wel even wennen. Waar gebruik je terasi zoal voor, Maureen? Terasi is een heel belangrijk ingrediënt voor sambal. Je hebt dan ook sambal terasi. Nou, ik heb hier bij me een chobe en een ulekan. Vijzel, ja. Een vijzel, ja. En de steen waarmee je wrijft. En daarmee maak je sambal. De ingrediënten daarvoor zijn rode Spaanse pepers, lombok merah, terasi uiteraard, een beetje zout en wat citroen. Nou, die heb ik hier ook allemaal ingedaan. En dan wrijf je het zo een beetje fijn. Dat is oelekan. Dit heet oelekan, ja. Vooral in een vroeg stadium terasi meebakken, dat geeft echt ook een heel lekker pittig aroma eraan, hè? Ja. Inderdaad, dan wordt het er helemaal van doordrongen. Ja, lekker. Ja, en naksakali. Mm-hmm. Heel lekker. Nou, genoeg over het klaarmaken van gerechten. Er moet nu maar eens gegeten worden. En daarvoor gaan we over naar het vervolg van het gesprek. De vraag is, hoe zit het met de eetlust van Kartika? Heeft ze honger? Ik wil mau coba.
Tidak usah, Bu. Mari. Terima kasih. Saya sudah kenyang. Mari, Bu. Jangan malu-malu. Ayo. Baiklah kalau begitu. Nou, daar had je het hele ritueel weer. Kartika heeft duidelijk geen honger, maar het valt niet mee om Bouwaar zich daarvan te overtuigen. Ze probeert het op 3 verschillende manieren. De eerste keer waarop Kartika beleefd het aanbod van Bouwarsi weigert is met Tida Usa. Nee, ik hoef niet. Dan zegt ze Trima Kasi. Nee, dank u wel. En vervolgens zegt ze nog Sai Suda Knyang. Ik heb al genoeg gehad. Bouwarsi laat zich niet kennen. En ook zij doet 3 keer een duit in het zakje en wel om Kartika te overreden. Marie, kom toch. En ayo, doe nou. En ze zegt, jangan malu malu, wees niet verlegen. Kartika verliest, zwicht en stemt toe. Baiklah, goed dan. Kalau begitu, als het zo ligt. Nu het laatste gedeelte van de scène in de keuken. Met de volgende vraag. Houdt Kartika van sambal? Mari, Bu, jangan malu-malu. Ayo. Baiklah kalau begitu. Mau dengan sambal, Bu? Tidak usah saja. Saya kurang suka sambal. Enak sekali. Rasanya sedikit manis. Mau tambah, Bu? Tidak usah, Bu. Terima kasih. Saya sudah kenyang. Kartika maakte een afwerend gebaar toen Bouwarsi haar sambal aanbood. Tida usa, zei ze erbij. Daar heb je het weer. Ik hoef niet, want Sai kurang suka sambal. Ik hou niet van sambal. Suka gebruik je als je wilt aangeven dat je iets leuk of dat je iets lekker vindt. En met kurang ervoor, kurang betekent minder, bedoel je dus het tegendeel. We bekijken nog een stukje van dat laatste fragment. Zo te horen laat Kartika zich de sajur goed smaken. Wat vraagt Bouwarsi dan ook op het eind? Vraagt ze, is het lekker? Of wil je nog wat? Mau dengan sambal, Bu? Tidak usah saja. Saya kurang suka sambal. Enak sekali. Rasanya sedikit manis. Mau tambah, Bu? Tidak usah, Bu. Terima kasih. Saya sudah kenyang. Bouwarsi vroeg aan het eind. Mau tambah? Wil je nog wat? En ook dat is een veel voorkomende vraag bij het eten. Daar kunt u ook maar beter goed op voorbereid zijn. Gelukkig is een beleefd antwoord hierop niet zo moeilijk, want u gebruikt gewoon dezelfde uitdrukkingen als daarnet. Dus, Tida usabu, ik hoef niet. Terima kasih, nee, dank u wel. Of, Sai suda kenyang, ik heb genoeg gehad. Van eten zeg je dat het wel of niet lekker is. Wel of niet enak is, lekker. En van dingen zeg je dat ze al dan niet mooi zijn. Al dan niet bagus, mooi. Kartika laat u 2 lappen stof zien. Een ikatdoek, een kain ikat, en een batikdoek. Een kain batik. Luister goed, welke vindt ze mooier? De kain ikat of de kain batik? Ini kain ikat dari Toraja. Ini kain batik dari Jawa Tengah. Kain ikat dibuat dengan tenunan. Kain batik ini dicetak di pabrik. Anda suka yang mana? Saya kurang suka yang berwarna hitam dan coklat. Saya lebih suka yang berwarna hitam dan merah. Ini lebih bagus. Welke lap stof vindt Kartika mooier? Ze laat het u zelf even zien. Yang ini saya lebih suka. Yang ini saya lebih suka, zei Kartika. Deze vind ik mooier. Lebih suka betekent
mooier of lekkerder vinden. Kurang suka is niet zo mooi of niet zo lekker vinden. Nog even de hele zin. Yang ini saya lebih suka. Dat ini slaat eigenlijk terug op het woord kain, doek. Eigenlijk bedoelt Kartika dus kain ini saya lebih suka. Alleen, ze gebruikt het woord kain niet meer. En in dat geval, bij het weglaten van het woord waar het om gaat, moet je het woordje yang gebruiken. Yang ini, eigenlijk kain ini, saya lebih suka. Deze doek, vind ik mooier. U zag misschien al dat dat batik er anders uitziet dan ikat. En ze worden dan ook op verschillende manieren gemaakt. Overigens, ikat komt vooral voor op de oostelijke eilanden van Indonesië. Bij ikat is het zo dat de draden die worden eerst geverfd en dan pas wordt het doek geweven. Ik zal u dat even laten zien. We hebben hier een ikat. En dan eigenlijk een nog veel mooiere ikat. Dat is deze. En dat ikat dat gaat als volgt in zijn werk. Zoals ik al zei, voordat het geweven wordt, wordt het dus geverfd. En hoe doet men dat? De draden die houdt men samen. De plekken die niet geverfd moeten worden, dus waar het motief zit, die worden bij elkaar gebonden. Bijvoorbeeld met palmbladeren of oude lappen stof. In ieder geval materiaal wat verfbestandig is. Dan gaan ze in het bad. Ze worden er weer uitgehaald. Vervolgens worden de omwonden gedeeltes eraf gehaald. En dan is het zo dat het motief ongeverfd is gebleven. Je kan dat ook wel zien. Daar waar dat motief zit, daar krijg je een soort, door deze techniek, die ikat-bindtechniek, krijg je een soort streperig effect. Het gevolg van de ikat-methode is dat de patronen geen strakke, maar vage grenzen hebben. Bij batik is het andersom. Er wordt eerst geweven en dan pas geverfd. Ja. Nou, hier ziet u een paar voorbeelden. Het kenmerkende van batik is dat het een inkleuring is van een stof waarbij was gebruikt wordt. Met die vloeibare was worden de motieven die op het doek zijn afgetekend afgedekt en vervolgens gaat het doek in een verfbad. Op de plekken waar de was is aangebracht, is het doek dus niet gekleurd. Na het verfbad kun je de was eraf krabben en vervolgens op een andere plek weer aanbrengen. Dan gaat de stof in een andere verfbad met een nieuwe kleur. Deze procedure kun je dus verschillende keren herhalen. En zo ziet het eindresultaat er dan uit. Omdat er altijd scheurtjes in die was komen, loopt de verf wel eens uit en dan ontstaat er een spinrag-effect. Batik kent verschillende technieken. Bij batik tulis wordt de hete gesmolten was met een soort koperen waspen, de chanting, op het doek geschreven. Tulis is schrijven of getekend. En deze batikvorm die is het meest arbeidsintensief en daardoor ook het duurste. En dan heb je ook nog batik chap. En die batik chap die maakt gebruik van koperen of houten wasstempels. En tegenwoordig heb je ook al machinaal bedrukte batik. Van origine is het batiken het werk van vrouwen, maar met de verdergaande mechanisatie is het steeds meer een mannenzaak geworden. Per stad en per streek bestaan er verschillende motieven en kleuren. En daarom is batik ook een geliefd verzamelobject. Maar niet alleen om te verzamelen. Je kan batik namelijk ook gewoon dragen. En in Indonesië draagt men ze in de vorm van de sarong. Dit is zo'n sarong. Dit is een mannensarong. En die komt uit Yogyakarta. Typische Yogyakarta kratonhofmotief. Ik heb een vrouwensarong die bij feestelijke gelegenheden in de Molukken wordt gedragen. We gaan even voordoen hoe je dat doet. Zwarte motief aan de voorkant. En bij mij moet ook het afwijkende motief voor terechtkomen. Het moet zo strak mogelijk om je heen zitten.
En heb ik nog iets nodig? Moet ik je even helpen? Nou, dat lukt wel. Zo. Zo zit het. Mooi, hè? Ja. We gaan iets heel anders doen. Met Boody. Boody is aan het tekenen en vraagt Kartika of ze weet wat hij tekent. Ze zegt dat het zijn huis is, maar weet ze het zeker? Wah, gambarnya bagus sekali, Budi. Ibu suka ya? Iya, bagus sekali. Ibu tahu gambar apa ini? Barangkali ini gambar rumah Budi. Ibu keliru. Ini bukan gambar rumah saya. Het peinzende gezicht sprak boekdelen, denk ik. Ze drukte haar onzekerheid ook met een woord uit. Ze zei namelijk... Barangkali, misschien is het wel een tekening van je huis. Had ze gelijk? We kijken nog eens. Wah, gambarnya bagus sekali, Budi. Ibu suka ya? Iya, bagus sekali. Ibu tahu gambar apa ini? Barangkali ini gambar rumah Budi. Ibu keliru. Ini bukan gambar rumah saya. Tekent Budi inderdaad zijn huis? Nee, zei hij zelf, niet waar. U vergist zich. Ibu keliru. Dit is geen tekening van mijn huis. Ini bukan gambar rumah saya. Bukan gambar. Geen tekening. We hebben geleerd dat als je iets wilt ontkennen, dat je dan het woord tidak gebruikt. Waarom staat hier dan geen tidak gambar? Dat komt omdat er in het Indonesisch twee woorden zijn om iets te ontkennen. Tidak en bukan. Bukan gebruik je als het om personen gaat, bijvoorbeeld jezelf. Bukan saya, niet ik. Of bukan Pete, niet Pete. Je gebruikt het ook bij zogenaamde zelfstandige naamwoorden. Of dat zijn dan woorden waar normaal gesproken de woordjes de, het of een voor staan. Dit is geen boek. Ini bukan buku. Dit is geen envelop. Ini bukan amplop. Bukan gebruik je dus als je het Nederlandse geen gebruikt. En dus zegt Boody, ini bukan gambar rumah saya. Dit is geen tekening van mijn huis. En zo zit dat dus met die ontkenningen. In de praktijk zult u daar in het begin zeker fouten mee maken. Maar dat geeft niets, want begrijpen doen ze u heus wel. Kartika mag nog eens raden. Nu denkt ze dat Boody een school heeft getekend. Heeft ze deze keer bij het rechte eind. Barangkali... Saya kira... Ini gambar sebuah sekolah. Ibu tahu pasti. Atau masih ragu-ragu? Tidak. Sekarang saya pasti. Ini gambar sebuah sekolah. Memang. Ibu benar. Ini memang sebuah sekolah. Ja hoor, Kartika heeft nu gelijk. Het is inderdaad een school. U heeft gelijk. Ibu benar. Inderdaad. Memang. Kijk nog maar eens en probeer uit te vinden of dit de school van Boody zelf is of niet. Tidak. Sekarang saya pasti. Ini gambar sebuah sekolah. Memang. Ibu benar. Ini memang sebuah sekolah. Ini sekolah Budi ya? Sekolah dasar? Oh, bukan, Bu. Ini bukan sekolah dasar. Tapi sekolah SMP. Het is niet de school van Boody op de tekening. Want Boody zit namelijk met zijn 12 jaar nog op de basisschool. De Scola Dasar. Volgens Boody is de school op de tekening Bukan Scola Dasar.
geen basisschool. En daar heb je het weer, dat Bukan. Bukan Sekolah Dasar. Het is de SMP. We zetten de scholen in Indonesië nog even op een rijtje. Inclusief de kleuren van de schooluniformen. Van alle schooluniformen is het shirt of de blouse altijd wit. Putih. De kleuren van de broeken en rokken verschillen. Budi zit op de SD, de Sekolah Dasar, de basisschool. En hij draagt daar het Sekolah Dasar uniform. Welke kleurencombinatie draagt hij? Dit zijn de antwoordmogelijkheden. Draagt hij klabu putih? Draagt hij merah putih? Of draagt hij biru putih? U zag het. Budi heeft een wit overhemd en een rode broek aan. Rood is merah, dus is hij gekleed in de combinatie merah putih. Nu de dochter van Budah Niar bij Bukit Tinggi. Zij zit op de SMA, de Sekolah Menengah Atas, of de bovenbouw van de middelbare school, om het zo maar even te zeggen. Hoe ziet haar uniform eruit? Draagt zij kelabu putih, draagt zij merah putih of draagt zij biru putih? De kinderen op de SMA dragen grijs-witte uniformen. En het juiste antwoord is dan ook kelabu putih. Zoals Moreen al zei, is de SMA, de Sekolah Menengah Atas, de voortgezette middelbare school. En daarvan zijn er zo'n 5600 in Indonesië. Ze staan meestal in de stad. Dus veel leerlingen die moeten elke dag vanuit de dorpen daarheen reizen. Nou, is het te ver, dan gaan deze studenten in de stad in de kos, op kamers. En dan het liefst bij een familielid. Namanya siapa sih? Nama saya Nuraini Astra, tapi cukup dipanggil Nina aja. Nina. Nina di kelas berapa? Nina di sekolah kelasnya itu kelas 301. 301. Biasanya 301 pelajarannya apa aja sih? Kami banyak, kalau SOS itu ada pula programnya. Ada pelajar bahasa Indonesia, akuntansi, tata negara, sosiologi, agama, bahasa Inggris, bahasa terjemah. Oh gitu. Kok milih SOS, kenapa? Karenanya udah bakatnya gitu. Udah bakatnya gitu, yeah. Emang senang milih SOS. Yeah. Biasanya satu hari berapa pelajaran dikasih sama gurunya? Paling banyak 7. Mata pelajarannya cuma 3 jam, tapi kami belajarnya cuma 7 jam gitu. Ada yang 2 jam, ada yang 1 jam. Enak nggak sekolah di sini? Wah, enak lah. Dari dulu di Bukit di SMA 2 Bukit Tinggi sini nggak, yeah, pernah pindah dari sekolah ke mana gitu. Di sekolahnya sekolah kuno tapi mengasihkan lah gitu. Terus tadi saya lihat ya di kelas kok yang perempuan duduknya terpisah sama yang laki sih, kenapa? Kalau kami rumah tuh, kalau adat kami di sini ya, kalau perempuan duduk sama laki-laki gitu, lain janggal rasanya gitu. Lalu posisi tempat duduknya sendiri ya, kamu bisa di belakang, yang lain bisa di depan, itu gimana? Diatur sama gurunya? Iya, kalau maksudnya yang di depan itu bagi mereka yang pengetahuannya kurang gitu. Jadi bagi yang tinggi yang kita ada di belakang saja. Soalnya kan mereka tuh kan lebih diperhatikan duduk di depan daripada yang di belakang. Yang di belakang. Terus itu pindah-pindah enggak? Enggak, cuma di situ-situ tetap terus aja setahun? Iya. Sampai kami tamat gitu. Terus nanti kalau udah tamat mau kemana? Nah, kalau untung-untung kalau dapat menyambung ke universitas, saya hanya mau kuliah gitu. Mau kuliah, mau ambil jurusan apa? Saya sih mau ngambil ujian Sendera Tasik. Sebenarnya saya Sendera Tasik. Sendera Tasik itu apa tuh? Sendera Tasiknya ini maksudnya di bidang kesenian. Oh, senang seni tuh? Senang. Senang nyanyi dong? Senang. Terus kalau seni, pengen jadi apa sih cita-citanya? Saya sih jadinya pengen jadi poluan gitu, ABRI juga boleh. ABRI. Kalau dari ABRI masih bisa, dari seni bisa? Oh bisa, kitanya mau sekolahnya ke Magelang gitu. Terus udah punya cowok? Wah,
Ya sih udah. Banyak. Ah, enggak cuma satu. Oh, cuma satu. Sama-sama satu SMA? Oh, dia juga enggak sekolah di sini. Dia nya kuliah gitu. Oh, udah kuliah. Gitu. Cowok yang pertama kali apa yang udah keberapa kali? Ah, yang pertama kali. Pertama kali ya. Terus seragam ya. Tadi di kelas saya lihat kok ada yang pada pakai ini sih jilbab. Kalau di sini tidak dilarang yang pakai jilbab maupun yang tidak kan. Di sini juga bebas bagi mereka yang bawa pakai jilbab. Mana tuh rasanya dia berdosa katanya gitu, dia pakai jilbab. Itu kan menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing gitu. Tapi diperbolehkan ya sama diperbolehkan. Sekolah, soalnya kalau ditentang dia tuh ngatain ini. Sedangkan agama saya saja nggak pernah larang kok, bapak yang larang gitu katanya. Jadi kami bapak sekolah maupun kelas sekolah nggak ada yang larang. Ook al zit je in huis bij een familielid, naar school gaan kost hoe dan ook geld. En daarbovenop moet vaak dan nog zo'n 100 gulden inschrijfgeld worden betaald. Plus ongeveer een tientje in de maand voor het schooluniform, het lesmateriaal, de padvinderij en bijvoorbeeld het Jeugdrode Kruis. En wil je eindexamen doen? Houd dan in ieder geval zo'n 20 gulden apart. Ja, of iets meer als je je examen met wat minder moeite halen wil. Dat financiële systeem werkt voor u jammer genoeg niet. U zult het helemaal zelf moeten doen. Veel sterkte dus en hou vol. En op zijn minst tot volgende week.